minuutje zit te wachten tot het kracheltje aangestoken wordt, hè? Dat gaat om jou. Nou, gaan we eens kijken. Wat ik nog wil doen. Stopje nodig. Losmaken. Afslaan eruit. Die gaan we even weggooien. Die Lou is nou lekker aan het eten. En die zat hier te wachten tot het kacheltje aangestoken werd. Zo lief als een diertje. Op je eigen lijf. Maar goed, we steken het kacheltje maar aan. Gooi ik eerst wat hout in, wat lekker makkelijk brandt. En als het eenmaal brandt, dan steken we er recht aan. Met wat dikker hout. En als dat eenmaal brandt, dan kunnen we de kolen erop. Dat is een heel startprocedure. Dat is wat anders dan een knop omdraaien. Maar heel veel werk is het niet. Het is eigenlijk zo gebeurd. En in principe kunnen we hem nu aansteken. Maar echt heel erg koud is het niet. En Miloetje zit alweer voor de ramen. Ze gelooft het wel. En ik ga verder met waar ik mee bezig was. En een van de dingen waar ik mee bezig was, was het ontwerpen van een etiket voor onze appelsieder uit Hoek. Dit is een eerste ontwerp. Ik ben gewoon een beetje aan het stoeien. Wat je ziet is de klok, onze Hoekse klok, die nou in Axel hangt. De tekst voor de cider, de klokken van de Hoek, Hoekse appelsieder. En daaronder, Maria heet ik en zal bevrien de andere sondere alle tien. Dat betekent, Maria heet ik en zal bevrijden de arme zondaars alle tijden. Nou, dat moet het etiket gaan worden voor onze appelsieder. Dat gaan we volgend jaar hopelijk helemaal goed realiseren. En het dorp wat je hier onderaan ziet, dat is ons dorp, hè? Onze kerk, onze molen, de windlust en dan de rest van het dorp wat je zo'n beetje een silhouet daarbij ziet. Oh ja, en die tekst, hè, Maria heet ik enzovoort, dat is de randtekst van de klok. Die komt uit 1503 en die heeft eerst in de kerk van Vremdieke gehangen. En toen die overspoeld raakte in 1606, dus de klok in de kerktoren van de toenmalige schuurkerk gehangen. En later is dat een stenen kerk geworden. En in 17 zoveel is hij door de Fransen uit de toren gehaald voor straf. Dat is een mooi verhaal. Maar voor ik verder ga met etiketten en dat soort zaken, ga ik eerst even kijken bij Pot. Want daar hangt mijn schilderij heel mooi bij de balie. Hoi! Even mijn schilderij te filmen. Ik ben hier even voor een praatje met Brenda. Dat doen we op vrijdag wel vaker. Gewoon even zo de dingetjes doornemen. Wat er gebeurd is en wat er afgesproken is. Milou die zit lekker dicht bij de reebeur, want die staat wel aan. Kijk, en ik heb nog prei. Het
Het idee is om lekker te gaan koken vandaag. Laatste preien, de zomerprei, nog wat te eten. En ik heb wel zin om een lekker gehaktballetje erbij te gaan maken. Dus gaan we maar eventjes naar de winkel. Door het venster zie ik mijn huisdier. En wat doet ze? Niet van haar eigen drinkbakje eten, maar er allerlei rare capriolen uithalen om buiten regenwater te drinken. En dat vindt ze dan toch lekkerder als gewoon kraanwater. Ik ben nog steeds geen vegetariër. Terwijl ik dat eigenlijk wel zou kunnen zijn. Want ik ben het nog steeds niet eens met het opeten van beesten. Maar ik kan het toch niet laten. En de slager hier in het dorp, daar weet ik van waar het vlees vandaan komt. En de boer waar het vlees vandaan komt, die ken ik ook. En dat is een man die heel erg goed voor zijn koeien zorgt. Mooie lange stelen. En dan heb ik natuurlijk ook nog wel wat aardappels nodig. Die haal ik uit de aardappelbelt. Aardappelspoelen doen we natuurlijk met grondwater. Dat was meer dan genoeg. Voilà. De rechtse klei er een beetje afgespoeld. Nou, dit is dus nou echt leven van het land. Ik heb een prei van het land. De aardappelen die zijn geoogst aan de overkant met een paard en een oud werktuig. Daar heb ik nou een hele winter gehoord van. En ik heb vlees. Dus ik kan mijn gehaktballen gaan maken, kan prei gaan klaarmaken, kan er aardappeltjes bij koken. Nou, helemaal voor elkaar.